Ja, welkom iedereen. Ik heb de vorige keer heb ik het gehad over de geheimen rond het standbeeld van Wilhelmina, de ontdekking van die 60 brieven. En vandaag ga ik het verhaal vertellen van de Redemptorist, Monsieur Wulfing en de Melaatseninrichting Majella. Zijn standbeeld is. Of zijn borstbeeld is twee keer onthuld. De laatste keer was in 1969. En dat is bij de Monsieur Wulfing School gebeurd in de Van Itzingastraat. De eerste keer is een 60 jaar eerder. Dat was op de Majella-inrichting zelf in 1909. En dat is 3 jaar na zijn overlijden gebeurt aan boord van het stoomschip Prins Willem de Vierde, als hij op weg is van Nederland naar Suriname. Nou, vaak overlijden op zo'n schip, dan krijg je een zeemansgraf. Nou, dat is bij hem niet gebeurd. Hij is in Suriname begraven, wat een enorm probleem gaf, want het liep helemaal uit de hand vanwege de enorme belangstelling. De politie heeft moeten ingrijpen en het kerkhof ook moeten sluiten. Maar goed. Het borstbeeld is op 21 november 1909 onthuld. Staat op het erf van de Leproserie, een Melaatse inrichting van Majella. En aanwezig waren onder andere de 60 Melaatse die toen verzorgd werden, de familieleden en heel belangrijk, en dat zien jullie op deze ansichtkaart, de liefdezusters van Tilburg die de patiënten verzorgden. Nou, Wulfing was een bekend persoon in de katholieke wereld. Hij is ook op audiëntie geweest bij de paus bijvoorbeeld. Dat is dat kantartikeltje aan de rechterkant. Wulfing is niet de enige die een beeld heeft, een borstbeeld heeft op het terrein. Dat is ook Wilhelmina. Is een half jaar eerder is dat onthuld. Dat was op speciaal verzoek van de Melaatse. Plattegrondje, ja, is altijd wel weer belangrijk. Waar staan die beelden nou in de stad? Wulfing 1909, naast Stadshospitaal, heet toen wel Militair Hospitaal. En Wulfing in 1969, dat is echt een kilometer verderop in de Van Itzingastraat, ver van de Suriname rivier. En dat is dan wel weer even goed om te weten. Wie was nou precies die Monsieur Wulfing? Nou, Monsieur Wulfing was een redemptorist van de Congregatie van de Allerheiligste Verlossing. Ja, dat is een prachtige titel. Dat is een stroming binnen de Rooms-Katholieke Kerk die de missie in moeilijk toegankelijke gebieden maakt. Hij arriveert in Suriname in 1888 en bezoekt vrijwel direct Batavia. En dat is een moerassig Leproze dorp aan de Kopenamerivier. En dat is nou een drie kwartier of 3 dagen varen. Wat hij daar aantreft is echt, nou ja, dat slaat hem helemaal uit het veld. Hij is ontsteld over de armoedige omstandigheden waarin de zieke leeft, zonder verpleging, ver weg van de stad, geen familie, slecht eten, slechte huisvesting. En hij besluit daar verandering in te brengen. En hij vindt dat de mensen, de zieken, naar de stad moeten komen. Ik heb in een van de boeken die ik heb geraadpleegd, heb ik een letterlijke tekst van hem gevonden en die luidt als volgt: Het gezicht der Melaatse is verpletterend. Hun stem gaat door merg en been. Zo ooit, dan heb ik bij het gezicht van de plaatselijke ellende geweend. Nou, op de sheet is te zien een maquette van Batavia. Met een houten kerkje en wat houten gebouwtjes eromheen. Maar ook de Pinahutten waar de patiënten verbleven. Dus aan de Kopenamerivier. Deze maquette staat in het bisschopshuis in de stad, in Paramaribo. Maar Batavia is ook nog steeds te bezoeken. 2019, de foto die daar linksonder staat, is een bedevaartoord. Heb ik in 2019 gedaan. Is een bedevaartoord voor Pater Donders. Die heeft ongeveer 30 jaar, zo rond 1850, 1860, 1870, heeft hij hier gewerkt. Is zalig verklaard in 1982 en ze proberen hem nu nog steeds heilig te verklaren. Goed, ja, Majella. Nou, dit is het kantoor van Majella aan de Graafstraat 68.
om de Mayella-inrichting te beginnen, heeft Monsieur Wulfing geld nodig. Nou, hij begint een stichting Hofbouw Liefdewerk, verzamelt geld in Nederland, maar zijn grote meevaller is een enorm legaat van 20.000 gulden. En daar koopt hij dit gebouw van. En een enorme terrein daarachter is 40 meter breed, meer dan 200 meter diep en gaat over de Versommeldijkse Kreek heen. En de toegang tot dit terrein was alleen maar over die Versommeldijkse Kreek met een brug die je kon afsluiten met een hek. En daar kom ik zo meteen nog wel met een verrassende vondst op terug. Suriname, ja, had toen de tijd 3000 melaatsen. Dus deze inrichtingen waren echt hard nodig. Nou, de stichting biedt aan melaatsen niet alleen huisvesting en medische zorg. De volgende plaat vind ik prachtig. Want kijk, daarin is te zien hoe groot deze Mayella-inrichting is. Wat daar allemaal gebouwd is. Kijk, hier bij het pijltje, dat is de brug over de Van Sommeldijkse Kreek. Hier is het gebouw van het kantoor. En daartussen ligt de woningen. Dit zijn de woningen voor de mannen. Dit zijn de woningen voor de vrouwen. Dit is een grote, open gemaakte kerk waar ze hun diensten kunnen houden. Verder zijn daar zalen voor jongens en voor meisjes. Grote eetzalen zijn er. Overdekte de speelplaatsen, bibliotheek, muziekonderwijs wordt er gedaan. Timmerloten, voetbal. Hier is een enorm voetbalveld. En vanwege dus de ligging zijn familieleden en vrienden zijn altijd in staat om hun dierbaren te bezoeken. Nou, en dat deze menswaardige omstandigheid, deze veel meer dan alleen verpleging, ook ontspanning, dat is precies dat menswaardige bestaan, de menswaardige omgeving die de vader der Melaatsen, zo hij werd genoemd, voor ogen had toen hij op bezoek was bij Mayella in 1888. Iedereen blij? Iedereen tevreden? Iedereen vindt dit een goed idee? Dacht het niet. Nee. Er is echt heel veel protest geweest. Echt heel veel protest. De Nieuwe Surinaamse Courant die schrijft echt filijne stukjes over het idee dat een Melaatse inrichting in de stad komt. Met alle kans op besmettingen. Want het staat ook nog eens een keertje vlak naast het militair hospitaal, waar heel veel zieken worden verpleegd. Nou, slagen ze erin? Hè? Slagen die protesten? Nee, slaagt niet. Mayella sluit wel de deuren, maar dat is in 1964. Als Melaatsheid vrijwel verdwenen is uit Suriname, en dat is natuurlijk een enorme winst. Er zijn 1300 Melaatsen in deze Melaatse inrichting zijn die verpleegd. En dat is natuurlijk een fantastische prestatie. Ik wil jullie nu eigenlijk uitnodigen om een wandeling te maken. Een wandeling van ongeveer een minuutje over het terrein van Mayella. Maar dan wel 100 jaar terug. Ja, voor mij zijn de helden, hè, even over de wandeling. Voor mij zijn de helden de liefdeszusters van Tilburg. Die hebben natuurlijk hun leven opgeofferd voor deze mensen. Wat is er nou over nog van die oude Mayella-inrichting buiten het gebouw? Aan de Gravenstraat 68, tegenwoordig Henk Arnstraat trouwens. Ik had op een gegeven moment gelezen een verhaaltje over dat de oude brug, niet de houten, maar de stenen brug, nog zou bestaan. Dus uit rond 1920. Het gebied hier bij die
bij die oude Majella-inrichting, hier achter het kantoor, is helemaal volgebouwd. Met vooral laagbouw. Veel overheidskantoren, af en toe particuliere gebouwen. En ik ben op een gegeven moment hier in de zijgang, is het Nationaal Nierdialysecentrum, ben ik naar binnen gelopen. En helemaal doorgelopen, toestemming gevraagd. En ik mocht doorlopen, 200 meter verder, richting Van Sonderdijk Streek. Nou, dat heb ik gedaan. Allerlei sluip door kruip door gangetjes. En dan kom ik op een gegeven moment aan die kreek. Ja, bizar. Dit is dus de oude Majellabrug uit 1920, 1925, stenen brug. Foto is uit 2019. Hij is niet toegankelijk. Het hele gebied is niet toegankelijk. Deze brug is ook afgesloten. En dat zien jullie met het grote houten hek. En niemand kent deze geschiedenis. Nou, de Van Sonderdijkse Kreek kon je vroeger met een boot overvaren. Nou, nu is die tegenwoordig een bruinig, groenachtig, viezig lint geworden. Waar de riolering ook op uitkomt. Ik ben naar de overkant gegaan. Niet via de brug, maar via toestemming van een particulier projectontwikkelaar. Die heeft daar een aantal gebouwen neergezet. Ik wilde daar ook die brug van de andere kant fotograferen. Nou, het mocht. Heb ik gedaan. En een paar mooie foto's gemaakt. En ik loop weg. En zo heb je altijd met zaken gefotografeerd. Je bent klaar, je loopt weg. En dan kijk je toch eens een keertje achterom. En dan laat je verrassen. Laat je vooral verrassen. Kijk. Niet alleen die oude brug bestaat dus nog. Maar ook de originele sokkel heb ik teruggevonden. Die staat bij het Oud Vel. Op dat terrein van die projectontwikkelaar. Tussen het afval en dorre bladeren. En viezig hout. En afval. Er staat dus die originele sokkel. En is het de originele sokkel? Nou. Meer bewijs, meer quod erat demonstrandum kan ik niet geven. Ja, dit is dus de originele sokkel. Nou, en of ooit Wulfing samenkomt met de originele sokkel, nou, dat is een ander verhaal. Ander onderzoek. Bedankt voor het kijken. Hebben jullie vragen, zet ze op de mail. Ik hoop dat jullie wat hebben opgestoken van dit verhaal. Als je ooit in Paramaribo bent, ga vooral die omgeving opzoeken. En probeer die wandeling weer in je hoofd te krijgen. De volgende keer ga ik het hebben over de tot slaaf gemaakte Cocho, Mentor en Present. En over de grote stadsbrand uit 1832 en hun gruwelijke executie. Bedankt en tot de volgende keer.